Martijn de Groot van de Grote Hoveniers. En ik heet jullie van harte welkom bij ons thuis in ons nieuwe tuininspiratiecentrum. In ons tuininspiratiecentrum laten we graag alle mogelijkheden zien die er zijn in de tuin. Ik heet je van harte welkom. Komt u mee? We zijn nu binnen hier in ons tuininspiratiecentrum. Het tuininspiratiecentrum bevindt zich in de boerderij die al meer dan 60 jaar in ons bezit is. En graag inspireren we u hier voor een nieuwe tuin. Voordat we een nieuwe tuin gaan realiseren, is het belangrijk dat we eerst een ontwerp maken. Dit ontwerp bespreken we samen met u graag in ons tuininspiratiecentrum. Na het bespreken van het ontwerp gaan we samen met u kijken wat de mogelijkheden voor de materialen zijn. Nou, zo staan we hier bijvoorbeeld bij de verlichting van de inlight. Of als er bijvoorbeeld kunstgras in de tuin komt, hebben we hier een aantal voorbeelden van Royal Gras. Een van de topproducten onder de kunstgrassoorten. Komt er een overkapping in uw tuin, dan leg ik graag aan u uit wat voor materialen dat er zijn. We hebben hier voorbeelden liggen bijvoorbeeld van lagen stoegrashout, een bekleding voor op de wand. We kunnen ook gaan werken met een aantal verschillende kleuren. Daar hebben we wat staal in liggen en wat monsters voor. En zo zoeken we samen met u uit welke materialen geschikt zijn voor de overkappingen. Die we overigens zelf in onze eigen werkplaats maken. Ook hier buiten hebben we een aantal voorbeelden staan voor overkappingen. Hieronder zien we verschillende mogelijkheden die we kunnen gebruiken voor het maken van wanden in de overkappingen. En hierbovenop hebben we verschillende houtsoorten staan die we gebruiken als staanders van de overkappingen. Dat is een hele mooi voorbeeld van Larix Douglashout of van bijvoorbeeld geïmpregneerd hout. In deze landelijke overkapping hebben we ook een hele mooie buitenkeuken staan met daarin ook onze speciale branders. Dat zijn echte houtvergassers en binnen een minuut kun je daar heerlijk op koken. In onze showtuin hebben we diverse overkappingen staan, waarvan dit er eentje is. Dit is een overkapping met een moderne uitstraling, gemaakt van polyester die lijkt op beton. Deze is geheel onderhoudsvrij en is natuurlijk heerlijk om 's avonds met vrienden of familie buiten de tuin te gaan zitten in de zomermaanden. Staan we bij onze demo zwemvijver. Die hebben we speciaal gebouwd om te laten zien hoe de techniek van zwemvijver werkt. Met het plantengedeelte en de filterinstallatie. En zo kunnen we samen met u stap voor stap uitleggen hoe we zwemvijvers bouwen. Verder hebben we buiten een aantal voorbeelden staan van bestralingsmaterialen. Graag leggen we de verschillen uit tussen gebakken klinkers die we bijvoorbeeld hier zien. Of dadelijk betonkleurvaste tegels waarin we een zestal borden hebben staan. Met allerlei verschillende uitstralingen en verschillende kleuren. Ik zal je dat ook eventjes laten zien. Op deze borden ziet u alle verschillende stenen van MBI. Dit zijn allemaal geostenen, dus dat betekent dat het een betonkleurvaste tegel is. Waarop een toplaagje zit met mineralen. Deze tegels blijven heel mooi op kleur. Naast gebakkenklinkers in de tuin en betonkleurvaste tegels zijn we natuurlijk ook keramische tegels. Deze zijn het meest onderhoudsvriendelijke en het duurzaamst voor in een tuin. Hier een aantal mooie voorbeelden. Bent u ook op zoek naar een tuin waar u een stuk gelukkiger van wordt en heb ik u goed kunnen inspireren in dit filmpje, dan nodig ik u graag uit om een bezoekje te brengen aan ons tuininspiratiecentrum. Kijk op onze website en maak online rustig een afspraak. www.degrotehoveniers.nl en ik zie u graag bij ons thuis.